Ja, zojuist kreeg ik te horen dat op de livestream ook heel veel mensen buiten Nederland meekijken. Ik zei het al, een internationale grootheid is Akvaroye nu eenmaal. En daarom even in het kort voor de viewers outside of Holland. For those of you who don't know, the award was just presented to Akvaroye by the Prime Minister of Holland, Mr. Mark Rutte. That gives you some indication about the grandness of Mr. Akvaroye. Ja, Ak. We hadden afgesproken toen we elkaar gisteren spraken dat ik toch nu ook weer iets aan je ga zeggen en vragen. Om te beginnen gefeliciteerd met deze zeer terechte toekenning van de Buma Boy Edgar prijs. Daar zit ook een geldbedrag aan vast. En jij en ik hebben het graag over geld, hè? Dat weten we van elkaar. Want jij wil een gedeelte van het geld gebruiken voor een initiatief in Den Haag, wat ook weer te maken heeft met jouw broer Jerry. Kun je daar kort iets over vertellen? Ja, ik heb gedacht de helft van die prijs te stiften of stichten aan de Jerry van Rooyen Award. Dat is een prijs voor jonge, getalenteerde muzikanten om ze verder te helpen. En dat gaat zich allemaal afspelen in de regio Den Haag? Ja. Jerry van Rooyen, het is een stichting waar een groot gedeelte van het prijzengeld van Ak naartoe gaat. Daarmee eert hij niet alleen zijn broer Jerry, maar wat ik zelf ook geweldig vind aan jou, Ak, dat je altijd oog en oor hebt voor jonge mensen. En dat is eigenlijk een klein bruggetje naar het volgende moment, want bij een prijsuitreiking horen bloemen. Die ga ik je niet geven, want daar hebben we iemand voor die toen ik jou van de zomer mocht spreken, jouw tuin, toen wij stiekem wisten dat jij dit ging krijgen. Toen zei ik, noem nou eens één iemand waarvan je vindt dat hij in jouw sporen treedt. Dat hij geluisterd heeft naar jou, die een belofte is voor de toekomst. Je dacht geen seconde na en zei toen Ian Cleaver. Ian. Applaus voor Ian Cleaver. Het eerste exemplaar van een prachtig vinyl document. Then and Now, Jerry en Ak van Rooyen en natuurlijk het Metropolitanorkest. En natuurlijk die prachtige award. Voorzichtig, Ak. En de bloemen voor Ak. Volgens mij wil je een echte box, Ian. Nee, niet? Volgende keer. Ian Cleaver. Grote maestro, Ak van Rooyen. En Ak gaat nu spelen in een arrangement van zijn broer Jerry van Rooyen. Daarover later veel meer. Het prachtige stuk The Ballad of the Sad Young Man. Heel veel plezier.
The Ballad of the Sad Young Man, in een arrangement van Jerry van Rooyen, compositie van Francis Landesman. En natuurlijk solist Ak van Rooyen op de flugelhorn en het Metropoolorkest onder leiding van maestro Wayne Marshall.